winnaar van de Gouden Televisiering 2009 is met 53% van de stemmen Gooise Vrouwen! Zit je 25 jaar in het vak, klotsende oksels, een hartslag van boven de 200, een hele droge keel, volkomen volgeschoten. Want hoe maak je een Gooise vrouw nou echt heel erg gelukkig? Met een enorme gouden ring. Oh, Jezus. Oh. En ik ga heel veel mensen bedanken. Om te beginnen natuurlijk mijn Gooise vriendinnen. Tjitske Reidinga kan er helaas niet bij zijn, maar wat is ze een geweldige Claire, vindt u niet? Hier naast mij. De sterkste vrouw van Nederland en verre omstreken. En een briljante actrice, Suzanne Visser. En hier. Ga er maar aan staan dat je Annette Malherbe moet vervangen. En ze heeft het gewoon geflikt. Lies Visserdijk. Onze Tippie Wan, ze staat daar. En natuurlijk de mannen Leopold Witte, Daniel Boissevin en mijn tv-man Peter Paul Muller. Dat de ring nou toch weer bij een zanger is terechtgekomen. Frans Bauer, Jan Smit, Martin Morero heeft er ook een. Ik wil onze crew bedanken. Onze schrijvers Frank, Johan en Anita, jullie zijn fantastisch. Lex natuurlijk, dankjewel. En de Mol bedankt voor een geweldige productie. Peter is hier aanwezig, Peter Reumer. Ik wil ook heel graag postuum Talpa bedanken. Want ja, zonder Talpa was er nooit Gooise Vrouwen geweest. Was zo'n project nooit van de grond gekomen. Dus John, ontzettend bedankt dat ik dat mocht maken. En Erland, dankjewel dat RTL ermee door is gegaan. En last but not least, eigenlijk altijd al de vijfde Gooise Vrouw geweest. Onze geweldige regisseur, Wil Koopman. Heel erg bedankt. Kom erbij. Kijk eens, het is een bruiloftszaal. Hier wordt ongetwijfeld flink doorgefeest. Gooise Vrouwen, ze hebben eindelijk gewonnen. Helemaal fantastisch. Trouwens, de winnaar van de helikoptervlucht, die komt onderaan in beeld. Van harte gefeliciteerd. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgend jaar. Misschien weet ik, ik weet niet of het dan hier staat, maar misschien ook wel. En geniet van het komende televisieseizoen. Dag!
was live vanuit Amsterdam de Gouden Televisiering 2009. Met als grote winnaar Gooise Vrouwen. Tot volgend jaar.